Ben je blij dat de voorbereiding erop zit dat we het weer over echte wedstrijden gaan hebben? Ja, zeker. Ik denk dat de spelers dan wel blij zijn, omdat je als trainer net even wat meer te doen hebt. En ja, soms wil je wel eens een weekje extra hebben. Maar die spelers zijn er wel naartoe. En na 6 weken voorbereiding, alle potjes gehad. Ja, ik was er zelf als speler ook al klaar mee. Als trainer heb je dat iets minder. Maar ja, kijk er wel naar uit. Is het ook lastig om het verwachtingspatroon ten opzichte van vorig seizoen dat ook moeten aanpassen, omdat het in de Eredivisie wel anders gaat worden? Nou ja, volgens mij was er voor jaar helemaal geen verwachtingspatroon toen we gingen beginnen. Want we waren bijna laatst geëindigd het jaar daarvoor. En nu is het verwachtingspatroon aan de ene kant ook niet hoog. Aan de andere kant is meer het onzekerheid of het avontuur wat staat te wachten. Wat staat ons te wachten? Dat is de grote vraag. Ja, maar goed, vorig seizoen, dat bedoel ik een beetje, heb je meer gewonnen dan verloren. En op voorhand denken wij in de Eredivisie, dat zou wel eens anders kunnen zijn. Nee, die kans is waarschijnlijk groot. Het zou mooi zijn als het niet zo was, maar natuurlijk. Het wordt een ander jaar met veel meer tegenslagen en veel meer nederlagen. Dat kan natuurlijk niet anders. Dus ja, dat wordt een heel interessant proces om dat te gaan begeleiden als trainer. Voor de spelers wordt er ook veel meer gevraagd in mentale opzicht. Dus ja, dat kan heel interessant gaan worden, ja. Ben jij ook een beetje, ik heb tot nu toe in de voorbereiding alleen maar interviews met jou gezien. Ik heb je nog niet zelf gesproken, maar wat ik daarin zag, af en toe ook een beetje geschrokken leek het wel van hoe de voorbereiding verloopt. Nou ja, we hebben natuurlijk niet geweldig gespeeld, dat is duidelijk. Aan de ene kant ook goed, dat heb ik ook al eerder aangegeven. De nederlaag tegen Roda was goed, denk ik. Een goede wake-up call, als je alles wint, na de winst, of bijna alles wint, en de play-offs redelijk makkelijk wint. Dan denk je misschien dat je iets beter bent dan je inderdaad werkelijkheid ook bent. Dan moeten we wel een niveau hoger nu. Er wordt meer gevraagd. Dus dat vond ik het niet zo heel erg. Alleen ja, natuurlijk wil je altijd wat beter gaat. En zeker in dit geval. Ja, nu zegt de voorbereiding ook weer niet alles. Want we hebben ook heel vaak clubs gezien die een fantastische voorbereiding draaiden. En dan werd het niks in de competitie en andersom. Dus ja, zo simpel kan het ook zijn. Nee, dat klopt. En eerste, de basisvoorwaarde is dat ze bijna allemaal fit zijn. Alleen Richie Stolt is geblesseerd. De rest heeft bijna geen training gemist. Vandaar ook keuzes moeten maken voor de basis, voor de tribune. Dat is wel luxe. Dus die doelstelling is duidelijk gehaald. Ja, dat het spel nog beter moet is duidelijk. Maar ja, dat kan ook samenvallen morgen. Dus daar zie ik niet over in. Zijn het moeilijke keuzes voor jou geweest om tot een basisopstelling voor de wedstrijd in Breda om te beginnen te komen? Nou, een aantal moeilijke keuzes hebben we daarin moeten maken. Een aantal, dat volgt zichzelf ook in zo'n voorbereiding. Dat betreft viel het wel mee. Ik heb in mijn ogen op dit moment nog niet 18 man die allemaal al kunnen starten. Zeker niet in deze fase van het seizoen. We hebben wel in de breedte zijn een stuk sterker geworden. Dus we kunnen daar ook keuzes in maken. In wedstrijden tactisch opzicht. Dus wel best wel eens, als je tegen andere tegenstanders andere dingen gevraagd wordt. Daarin ook keuzes gaan maken. Dus dat is wel luxe. Ga je wel hetzelfde spelen als in de Eerste Divisie? Of pas je je toch ook een beetje aan? Omdat die verwachtingen waar we het net over hebben. De verwachting is dat Excelsior vaker teruggedrukt zal worden. Ja, ik denk dat dat een logisch proces is in een wedstrijd. Natuurlijk wil je best wel wat afdwingen. Maar in de Jupiler League ging dat heel makkelijk. Was je bijna altijd de baas. En dan kan je heel makkelijk druk vooruit zetten. Ja, nu kom je vaak ook tegen gelijkwaardige of misschien soms wel betere tegenstanders. Ja, dan kan je niet altijd hoog druk zetten, want dat lukt niet altijd. Want dan voetballen ze gewoon makkelijker onderuit. Dat hebben we eigenlijk al tegen Roda gezien. Dat we moeite hadden met het druk zetten. Ja, en dat is wel een dingetje geweest de laatste paar weken waar we veel mee bezig geweest zijn. Dus in fase zullen we ook daar wat inzakken. Maar in fase wil ik ook hoog druk gaan geven. Dus het zal meer een mix worden, denk ik. Lars Veldwijk is er niet meer. Dat heeft ook geen nut meer om daar veel over te praten. Je moet het nu met andere spitsen doen. Wie is daarin in jouw ogen op dit moment het verste van jouw centrumspitsen? Wie krijgt aanvankelijk de kans als spits? We starten met Tom van Weert. Die heeft het behoorlijk gedaan, zo vind ik, voorbereiding. Die wordt steeds fitter, die komt van verre. Die heeft een kruisbandblessure gehad vorig jaar. Eind van seizoen aangesloten bij SV Den Bosch. Dus die heeft weinig speelminuten gemaakt. Die hebben opgetraind, nog verder opgetraind en heeft vorige week een hele lustige Telstar gespeeld. En gelukkig de winnende gemaakt. Is echt een spits die een doelpunt kan maken. Dus op dit moment vind ik hem het verst en dus beginnen we met hem. Ja, bij NAC Breda, een ploeg die eigenlijk per jaar steeds verder richting de degradatiestreep gaat. Zie je dat dan nou misschien ook als een concurrent van jullie? Ja, ik ben nog niet zo bezig met concurrenten, dit of dat. Tuurlijk denk je NAC uit, daar valt meer te halen als Ajax uit, dat lijkt me logisch. Hun zijn heel erg gericht van erin blijven doelstelling. Dat is natuurlijk wel opvallend voor NAC te begrippen. Ik heb ze 2 keer gezien. Ja, ze hebben best wel wat kwaliteiten. Maar ook inderdaad hier en daar denk ik ook van dat hebben wij misschien wel beter in huis. Dat wat betreft hoop ik en verwacht ik dat het een gelijkwaardige wedstrijd gaat worden. Het zou een heerlijke entree zijn. Hè? Dan
gaat Excelsior misschien wel Cambuur en Go Ahead achterna rechtstreeks erin blijven met een droomstart. Dan gaat het grote dromen beginnen gelijk. Ja, klopt. Je liefst zo snel mogelijk natuurlijk je eerste overwinning. Omdat het je vertrouwen geeft aan je groep. En daar kan je niet tegenaan lullen. Hoe langer die uitblijft, hoe meer je weet hoe het werkt. Dus dat betreft, dat zou geweldig zijn. En we kunnen daar winnen. We hebben een goede ploeg. NAC heeft ook een aardige ploeg. Maar het is niet zo onoverkomelijk om daar niet te winnen.